Arnold Breyler, we staan hier op Sportpark Inschoten. Laatste training voor de derby aanstaande zaterdag tegen Bennekom. Jij bent denk ik de meest ervaren derby trainer van de twee ploegen ooit. Want dit wordt jouw vijfde, zesde jaar? Ja, ik heb natuurlijk 3 jaar Bennekom gedaan en derde jaar DTS. Want natuurlijk een coronajaar zaten erbij. Dus voor mij is het de vierde of de vijfde derby inderdaad. Tegen elkaar, ja. Allereerst welkom dat je hier bent, Hendrik. Dat je de moeite hebt genomen om even lekker naar Ede te komen. Hè, met een mooi blauw-wit spandoek op de achtergrond. Ja. Dus hartelijk welkom, ja. Ja. Nou, wedstrijd altijd met een speciaal karakter. Maar eerst eens even naar jouw selectie. Je spits Evert Palm, die in de heenwedstrijd nog vervaarlijk wist te scoren. Die ontbreekt. Ja, nou Evert die heeft in een wedstrijd hier onder elkaar een blok gemaakt met een andere speler. En die heeft gewoon last van zijn enkel en dat duurt al een tijdje. En ze hebben er nog meer. Dus wat dat betreft missen we er een aantal. Maar nogmaals, we doen het al een tijdje zonder die jongens. En het is wisselvallig. Aan de ene kant missen we wat goals voorin, denk ik. En met name met Evert Roy Talsma. En achterin met een duel een stukje verdedigend en de S-huis. Dus ja, we moeten het zonder de jongens doen. Maar nogmaals, dat moeten we gewoon oppakken. En dat doen de jongens ook. En met name ook vorige week tegen LSC. Jongens groot compliment gemaakt. Het is jammer dat we dat in de laatste wat in blessuretijd weggeven. Want daar stond echt wel een ploeg die keihard heeft gewerkt. En we vlagen ook goed gevoetbald. Dus ik ga ervan uit dat we dat zaterdag weer doen. Ja, want... Je stond daar lang met 3-1 voor. En dan in de 98e minuut 3-3. Daar leek je goed ziek van. Ja, daar was ik ook echt goed ziek van. En de jongens met mij. De eerste helft hadden we het daar lastig. De wind stond in de lengterichting en tegen de wind in. Desondanks kwamen we wel een paar keer heel goed eruit ook. Ook wel kans op goals. We kwamen in het begin ongelukkig achter met een diepe bal. En een twijfel tussen Ahmed en... En Robin, uiteindelijk werd dat de 1-0. Zij kopte nog een bal op de lat, waar we wat gelukkig wegkwamen. Maar ja, de tweede helft hebben we echt voluit druk gezet, vooruit. En maakten ook gewoon echt terecht de 3-1. Toen was het wel een paar momenten dat zij natuurlijk ook wel wat gevaarlijker werden. Kwamen 12 minuten voor tijd, denk ik, op 3-2. Kregen we zelf de kansen op 4-2, twee keer en die gingen niet in. En uiteindelijk haalde hij een hoop blessuretijd ergens vandaan en viel inderdaad in de 97e minuut denk ik de 3-3. Dus daar was ik wel inderdaad heel ziek van, ja. Als ik Ede Stad goed las, dan ben je wel bezig met de posities 2, 3, 4. Dat wordt dan een belangrijke pot zaterdag. Ja, ik denk dat met name voor... deze stel LSC, DTS, Bennekom. Ja, daarachter zit natuurlijk Almkerk Duno een beetje erachteraan. Maar ik denk dat we met die ploegen toch gaan strijden om plekken 2 en 3. Ik ben ook benieuwd of LSC het zo heel lang volhoudt. Want ja, ik moet zeggen dat wij gewoon heel veel kansen tegen hun creëerden. Dus, ja. Ja, dat gold voor Bennekom overigens ook in de thuiswedstrijd tegen LSC. Was ook een later gelijk maken. Hoe kijk je de zaterdag tegenaan? Want het belooft een heel spektakel te worden met de avondwedstrijd. Nou, ik heb heel veel zin in om erheen te gaan. En de jongens uiteraard ook. Volgens mij leeft het ook enorm dit keer. Met de aanplakbiljetten die gemaakt zijn door jullie voor die wedstrijd. Alle dingen die eromheen worden geregeld. Dus ik denk al met al een mooie ambiance voor een hele leuke wedstrijd. En ik hoop ook dat er echt veel mensen op afkomen. Want dat zou echt de sfeer en de hele entourage te goede komen. Nou ja, dat belooft het wel te zijn. Sponsor event of hospitality event zit nok vol met 200 aanmeldingen. En met een goede 1000 man denk ik dat we een mooi potje gaan krijgen. Maar dat hangt ook voor jullie af. Ja, nee, daar zijn twee ploegen ook voor nodig. Dus wij zullen er in ieder geval voor gaan, Hendrik. Want ja, ook wij willen winnen daar. Dat is belangrijk. We gaan het beleven, bedankt. En we treffen elkaar zaterdag. Heel goed. Dankjewel, Hendrik. Succes.